Hartelijk dank. Mevrouw Stassen. Voorzitter. Vorige maand leek het de heer Van Rompuy een goed idee om de toetredingsgesprekken met Turkije te versnellen. Lyrisch dat hij was over de zogenaamde vooruitgang in Turkije. Hij nodigde premier Erdogan zelfs uit voor een bezoek aan Brussel. Een inschattingsfout van epische proporties. En dat is geen wijsheid achteraf. De demonstraties in Turkije mogen dan relatief plots lijken te zijn ontstaan, maar dat kan niet gezegd worden van de islamiseringsagenda en repressie van het regime van Erdogan. Er is hier door velen, inclusief de Partij voor de Vrijheid, voor gewaarschuwd. Maar de Europese Unie is blind voor de realiteit. Erdogan waant zich ondertussen een Ottomaanse sultan en voelt zich hierin gesterkt door de slappe houding van de Europese Unie. In een eerdere verklaring stelt mevrouw Ashton dat de EU vastbesloten is om de dialoog met Turkije aan te halen. Erdogan gaat tekeer en wat doet de EU? Die rolt de rode loper gewoon weer netjes uit voor Erdogan. Voorzitter, dit is echt absurd. Genoeg is genoeg. Wat de PVV betreft is Erdogan absoluut niet welkom in Brussel. De EU is geen knip voor de neus waard als het deze islamist toch nog een uitnodiging stuurt. Dank u wel. Dank u. Dank u. Volgende spreker is de heer Salafranca. Voorzitter, mevrouw de Hoge Vertegenwoordiger, dames en heren. Mijn eerste plicht als lid van het parlement is het betreuren van het geweld. En ten tweede